de Sjaalpernis Kinderraad zijn we op het terrein geweest van Sjaalpernis. We hebben daar een rondleiding gekregen in een bus. Daar hebben we heel veel over geleerd. Bijvoorbeeld dat als je alle buizen achter elkaar plat zou maken. Nou, niet plat, maar achter elkaar zou leggen, zouden ze 4 keer de aarde rond kunnen. Op donderdag 11 december deelt de Kinderraad veiligheidsbrillen uit aan de kinderen van basisschool Keton. 2 leden van de Kinderraad Sjaalpernis vertellen waarom het zo belangrijk is dat kinderen een veiligheidsbril dragen. Er gebeuren vooral veel ongelukken met met vuurwerk en zo. En toen dachten wij, ja, dan zou een leuke veiligheidsbril wel goed zijn. Dus toen hebben we met z'n allen een veiligheidsbril bedacht. Ook omdat uit en nieuw gebeuren ook vaak ongelukken met vuurwerk en zo. Daarom hebben ze het gemaakt. En ga je hem zelf ook dragen met oud en nieuw? Zeker weten. De ander geef ik aan mijn grote zus. Die heeft ook een veiligheidsbril dan? Yep.